vorig jaar werd je eerste, op de 400 meter. Ja. Dit jaar tweede. Ja, helaas. Waarom? Ja, natuurlijk, ik wil altijd winnen. En ik was er ook van overtuigd dat ik kon winnen. Ik denk ook wel dat het, ja, ik weet zeker dat het nog wel kan. Ik ben beter dan dit, dat voel ik. Tenminste, ik ga beter worden, laat het zo zeggen. Ik ben nog niet helemaal top voor, merk ik. En ik hoop dat het gaat komen. Ik merk dat het gewoon weer goede races is, wat dat betreft. Maar hier was graag nog sterker. Je staat er onbekend om even het laatste stuk te verstellen. Ja. Dat deed je vandaag ook weer. Ja. Denk je, als je hem iets eerder had ingezet, dat je nog iets meer kans had gehad? Ja, ik denk het wel. Dat blijft wel altijd in mijn hoofd zitten. En elke keer probeer ik het weer. En elke keer kom ik eigenlijk net te laat. Maar het is moeilijk om te zeggen, want eigenlijk zijn elke keer mijn snelste wedstrijden zijn wel eigenlijk dat ik elke keer zo veel over heb. Maar ja, dus als ik dat niet doe, dan loop ik eigenlijk langzaam. Dus het is een beetje dubbel. Dus, ik denk dat het wel. Het moet er naartoe gaan dat ik inderdaad gewoon niks over heb. En dat gewoon één keer alles eruit is en dat het snel is. Maar ik ben wel aan het werken. En de EK-limiet heb je natuurlijk al gezakt. Ja. Dat is natuurlijk ook kleine 2 maanden. Ja. Vorig jaar liep je op het WK in Londen. Toen werd je in de series uitgeschakeld. Ja. Hoe schat je je kansen dit jaar in? Toen is dat met het Europees kampioenschap? Ja, ik denk wel dat ik. Vorig jaar ging het wel echt niet goed. Toen was eigenlijk mijn piek was al veel eerder. En dat was eigenlijk rond deze periode. Nu merk ik dat ik juist mijn piek nog moet komen. Dus ik vermoed dat ik in ieder geval veel beter ga doen dan in Londen. Ik weet niet waar het eindigt. Volgens mij zit, als ik naar de ranglijst kijk, zit het echt super dicht op elkaar eigenlijk. Er zijn gewoon 15 meiden die echt wel gewoon aan elkaar gewaagd zijn. Dus dat, ja, er kan van alles gebeuren. Ik hoop dat het positief moet zijn voor mij. Nou, dat is één ding positief. Altijd als hardloopnetwerk erbij is, dan eindig je in de top 3. Dan gaat het. Wij gaan naar het EK in Berlijn. Dus, dat is goed. In Londen waren die er niet, of wel? In Londen waren we er niet. Nee, zie je. Ja, dacht ik niet. Ja, zie je. Dus, dat is zo komisch, toch? Maar dit jaar hebben we accreditatie gegeven. Okay, dus nu komt het goed. Dus nu, in de top 3. Nu gaat het Lisanne goed. Lisanne de Wit in de top 3. Ja, lijkt me goed. Lijkt me heel goed. Ja. Okay. Helemaal goed. Okay. Dank je.